Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Atlas Hotels bij Knisse. Ze zetten zich volop in voor het goede doel. En vele mensen uit de regio kennen hun team wel. Maar wie zijn die mensen achter het team? En wat is hun drijfveer? Ik ga zo met ze praten, de Estron Runners. Dit is Café Laté. Welkom bij Café Laté. Aan tafel heb ik Chrétien en Arie van de Estron Runners. De Estron Runners die zijn heel actief voor de Europa Run. Hè? Ik kan het bijna niet voorstellen, maar voor mensen die niet weten wat de Europa Run inhoudt, kunnen jullie me dat uitleggen? Ja, dat is een estafetteloop die is uit een weddenschap is die ontstaan, zeg maar, 21 jaar geleden. En er lopen teams van 25 man die lopen vanaf Parijs naar Rotterdam. Dus dat is de wedstrijd, dat is één wedstrijd. Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting Europa Run, die weer mensen helpt met de ziekte kanker. En is dat de eerste keer? Nee, hè? Nee, niet bepaald. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is de 21ste keer wordt het vanaf Parijs, maar het wordt de eerste keer vanaf Hamburg. Ja, want het is de 21ste keer, maar dit is ook wel speciaal. Want ja, er worden vanuit twee steden, Parijs en Hamburg, gestart. Ja, vanwege het feit dat er te veel inschrijvingen op Parijs zijn en ze maximaal 275 teams kunnen laten starten, hebben ze ook besloten om dit jaar voor de eerste keer vanaf Hamburg een run naar Rotterdam te doen. Ja. En daar kon je als team op inschrijven en wij hebben als team besloten van nou, dat lijkt ons wel weer eens een nieuwe uitdaging na 10 jaar Parijs. En we zijn ingeloot of aangewezen om van Hamburg te starten. En dat worden dit jaar maximaal 50 teams, omdat het de eerste keer is. En eigenlijk als een soort van test of dat ook later weer uitgebreid kan worden. Oké. Okay. En hoeveel teams doen er precies mee aan die Europa Run? Totaal doen er vanaf Parijs 275 teams mee. En vanaf Hamburg dit jaar 50. Dus er komen, zeg maar op tweede Pinksterdag, 325 teams aan op de Col Single. Na dik 550 kilometer. Ja. Hey, en jullie zijn van team 89, hè? Dat klopt. Ja. En uit hoeveel leden bestaat dat team? Ja, 25 ongeveer. We hebben natuurlijk lopers, we hebben fietsers, we hebben chauffeurs, want iedereen moet natuurlijk vervoerd worden. Catering, ook niet onbelangrijk natuurlijk. En ja, fotograferen, filmen, doen we er ook bij. Hebben we ze allemaal gehad, denk ik. En de captain, hè? Dat, en de captain. De captain. Die het echt allemaal voor het zeggen heeft. Ja, dat ben jij, Arie? Nee hoor, nee. Nee? Ik ben gewoon simpel chauffeur. En Joop van Schie, dat is de captain die ook al, ik geloof dat dit zijn 14 of zijn 15e Europa Run wordt. Ja. Dus die leidt ons van Hamburg naar Parijs. Of ja, naar Rotterdam. Het is nog wel eens wennen dan, dat je niet alles door elkaar gooit. Ja, daar heb ik ook wel eens last van hoor. Hey, maar buiten die geweldige loopprestatie doen jullie eigenlijk heel veel andere dingen, hè? Als ja, Estron-runners. Het doel natuurlijk van de Europa Run is om zoveel mogelijk geld op te halen. En daar zal je dingen voor moeten organiseren. Nou, vanuit de stichting doen we al loten verkopen. Daarnaast ga je vanuit de stichting Europa Run. Ja. Ja? En daarnaast moet je dus dingen gaan organiseren van, om zoveel mogelijk geld op te halen. En dat moet je verzinnen. Wat wij al jaren doen is sponsorlopen bij de scholen. Dus die zijn heel enthousiast. Dus dat verzinnen jullie dat met het hele team? Ja. Of is er één daar ook, de... Je kijkt ook naar andere teams, wat doen die? Als je ergens ziet van dat heeft een leuke opbrengst, dan kunnen wij dat ook wel niet gaan proberen. En zo breidt het zich steeds uit. We hebben een aantal jaren een spinningmarathon gehouden. En op een gegeven moment hebben wij dan wel zelf verzonnen van, we willen daar meer dingen omheen gaan bouwen, zodat het hele gezin, zeg maar, daaraan mee kan doen. Ja. Daar zijn we vorig jaar voor het eerst mee begonnen. Toen hebben we ook een mooie naam gegeven, het Family Sports Event. Met een kinderspeelparadijs erbij. We hebben dance classics, of clinics georganiseerd. Dat mensen een uurtje mee konden dansen. En je hebt nog wat anders verzonnen, clinics meedansen, even. Ja, dat is vanuit de sportschool worden er dan, clinics gehouden van 50 minuten. Zoals Zumba en al dat andere. Oh, vandaar dat dansen. Nu begrijp ik niet dansen. Ja, wat heeft dat wij noemen met dat dansen. Maken, maar ik mag dat ook niet meer dansen noemen, want het is wel heel intensief. En een van de sportscholen die valt mij er terecht steeds op aan dat ik dat
meer als een echte sport moet promoten als dansen. Okay. En maar de combat of hoe heet dat allemaal niet? Body combat bedoel je? Body combat. En dan zijn er een aantal uren op de dag dat de mensen daarop in kunnen schrijven. En dan kunnen ze voor €15 kunnen ze een uur les of instructie krijgen. Of een eerste ervaring opdoen. Maar er zijn ook mensen die al een paar jaar die sport bedrijven. En die ook gewoon op de dag zelf dan daaraan mee komen doen. En daarnaast is het, wat nieuw is wandelen. Wandelen, dat gewoon. Kan iedereen, hè? Ja. Nou, dat zou iedereen moeten kunnen. Je hebt helemaal gelijk. Ja, maar we zijn ook bezig voor een doel waar een aantal mensen al niet meer zo lang kunnen wandelen. Maar wat ik meer bedoel is, om te wandelen heb je alleen een paar goede schoenen nodig. En een route. En een route. En die route zetten jullie uit? Ja, of? Wij hebben een paar weken terug hebben we de routes uitgezet. Want ze kunnen kiezen tussen 10, 15 en 20 kilometer. En dat gaat dan vanaf het trekkencentrum of sportcentrum halfweg. Door de Benisse weer terug naar Halfweg. En de mensen kunnen starten vanaf 9 uur. En tot 12 uur. En dan kunnen ze er zelf indelen hoe lang ze erover doen. En als ze terugkomen op Halfweg krijgen ze een leuke herinnering. Oké. Okay. Hey, en wat is eigenlijk jullie motivatie? Christian, ik wil bij jou beginnen. Wat is jouw motivatie om hier aan mee te doen? Ik wist eigenlijk niet zo heel erg veel van de Roperun toen ik er met mijn werk mee geconfronteerd werd. Werkgever die werd gevraagd door Arie en een paar anderen van om de boel te sponsoren. Nou, toen ben ik gaan kijken, eerst naar de Spinning Marathon. Nou, dat was gewoon hartstikke leuk. De zaal helemaal vol met sporters, licht en muziek. En dat sprak me gewoon heel erg aan. Toen ben ik ook naar de finish daarvan gegaan, toen was het nog 24 uur. En ja, vond ik gewoon hartstikke leuk. Toen, een week of drie daarna, was er een oefentocht in de Binnenmaas. Dus toen ben ik gaan kijken. En ja, drie rondjes van 20 kilometer, dus ik stond er een beetje verloren zo van, ja, wat moet ik doen? Moet ik hier blijven wachten? En toen vroeg toevallig Arie aan mij van, joh, ga niet een rondje mee? Dus om de kilometer wordt er gewisseld, dus om de kilometer kon ik de bus uit om te fotograferen, wat een van mijn hobby's is. En ja, gewoon leuk vond om dat daar te doen. Dus dat was gewoon, ja, gewoon helemaal leuk. Toen daarna was de zwemmarathon, ook hier in het zwembad. Ja, weer dat gevoel van, ja, schitterend eigenlijk. Toen heb ik ook gelijk aan Joop gevraagd van, ik wil eigenlijk wel mee naar Parijs. En dat mocht. Hoe vaak heb je al meegedaan? Ik ga dit jaar voor de achtste keer. Voor de achtste keer. Ja. En Arie, wat is jouw motivatie? Nou, allereerst het doel natuurlijk. Maar ik ga 11 jaar terug. Toen was ik als directeur-eigenaar van een transportbedrijf hier in de regio. Werd ik benaderd of ik een Europa-team wilde sponsoren. Nee, ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. En, dus toen heb ik me eens laten informeren. En had ik ook wat foto's en video's gezien die ervan van bestonden. En we proberen als onderneming ook wat steentje bij te dragen door sponsoring en dat soort zaken. Maar dit leek me helemaal een goed idee, omdat je daarnaast, dat je een groep mensen bij een activiteit ondersteunt, ook direct een goed doel ondersteunt. En ik was eigenlijk zo onder de indruk van dat geheel, dat ik denk van ja, ik wil wel sponsoren, maar meestal als ondernemer zeg ik wil er wel wat voor terug hebben. Maar mijn motivatie meer was van ik wil dan zelf ook wel mee en daar een functie in gaan vervullen. Maar ja, ik ben geen hardloper, ik heb alles tegen om hard te lopen. Maar ja, als je een transportbedrijf hebt, dan moet je wel auto kunnen rijden. Ja. Dus toen ben ik me aangemeld als chauffeur op een van de busjes. Ja, en sindsdien ga ik nu voor de 11e keer mee. Maar de Roperun op zich is voor ons team is eigenlijk de kers op de taart. De kers op de taart. Ja, want we zijn het hele jaar bezig om geld in te zamelen. Wat Christian ook al zegt, met allerlei activiteiten. En als er bij ons wel, valt er wel eens een lid af, omdat hij geen tijd meer heeft of dat hij niet kan lopen. Maar dan is het wel zo dat met de nieuwe leden, hè, die mee willen gaan, altijd eerst gesprek gehouden wordt van, joh, het is leuk dat je mee wil en het is ook een enorme happening. Maar bij ons staat het geld inzamelen voorop. Dus dat betekent dat je naast het meegaan met de Roperun ook je moet inzetten voor alle activiteiten. Ja, dat gaat geweldig. Dus we zijn het hele jaar zijn we bezig met allerlei zaken. De Roperun heeft ook een motto, hè? Ja. Arie, ja. Jij weet dat motto, hè? Nou, Christian kent hem ook, we kennen hem allemaal. Alleen het is wel een hele moeilijke zin.
Zal ik je een heel klein beetje helpen? Nee, nou, mag ik het zelf proberen? Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, het is dagen toevoegen aan het leven. Leven toevoegen aan de dagen? Waar geen dagen maar aan het leven zijn toevoegen? Nou, nog één keer. Eén keer, ja. Nee, dan mag, ik heb voorgezegd, dus mag jij hem doen. Leven toevoegen aan de dagen waarop geen leven meer aan de dagen kan worden toegevoegd. Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiting van dit programma. Maar ik heb jou ook een hele mooie zin horen zeggen een keer. Zal ik die dan ook nog maar even doen? Die ook, want die ja? Is ook wel heel treffend. Oké. Nou, je kan beter geven dan het krijgen. Dat bedoel ik. En hiermee wil ik afsluiten. Ik ga jullie vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja? Oké. Ook bedankt voor je tijd. Geen dank. En dan gaan we nu even naar de uitagenda. Collages, schilderijen en bijzondere Aboriginal art creaties. Die zijn tot eind mei te bewonderen in het Centrum voor de Kunsten aan de Nieuwstraat in Spijkenisse. Het Centrum voor de Kunsten is van maandag tot en met vrijdag open van 12 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds en op zaterdag van 9:30 's ochtends tot 5 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 0181 652250 of kijk op www.cvdks.nl. Van 25 tot en met 28 mei vindt de paardenmarkt plaats in Heenvliet. Er zijn onder andere verschillende optredens, een jaarmarkt, een kunstmarkt, oldtimershow, een kermis en natuurlijk kunnen de activiteiten met de paarden en de paardenmarkt niet ontbreken. Op eerste en tweede Pinksterdag vindt de Europa-run weer plaats. Dit jaar starten de deelnemende teams vanuit Parijs en Hamburg. Ze zullen zo'n 520 kilometer rennen voor patiënten met kanker. Op tweede Pinksterdag zullen de teams finishen op de Coolsingel in Rotterdam. We gaan even een kijkje nemen in de keuken bij Jacob. Kijken wat hij nu weer aan het doen is. Welkom in mijn keuken en ik ga de volgende gerechtjes voor je klaarmaken. Het volgende gerecht wat we gaan klaarmaken, dat is een kaastoosje met daarop een heerlijke pittige camembert. We halen bij de grootgrutter halen we gewoon de kaassoosjes. We snijden de camembert door. Je kan zien dat hij lekker rijp is. Hij is goed zacht. We snijden dunne plakjes van. En leggen de stukjes camembert op de kaas. En we doen. En zo hebben we vandaag op een hele leuke manier weer een gezellig hapje gemaakt. We hebben ook weer een muzikale gast. We gaan luisteren naar Hans Somers met zijn nieuwe single Lieve Liefste. Ik weet best wel dat ik niet jong meer ben. Kan mij niet schelen, ik wil alles delen om bij jou te zijn. Laat mij weer leven, jou mijn liefde geven, voelen dat het gaat. Laat mij je strelen, mijn gevoelens delen, het is nog niet te laat. Lieve liefste, lieve liefste, jij ja, geef me weer. Lieve liefste, lieve liefste, samen met een doel. Lieve liefste, lieve liefste, bij jou is er geen man. Lieve liefste, lieve liefste, samen voor elkaar. Lieve liefste, lieve liefste, samen voor elkaar. Vele jaren zijn wij al bij elkaar. Ik ben leed gedeeld, ons gevoel bespeelde liefde was steeds daar. Laat mij weer huilen, laat mij weer lachen, troost zoeken bij elkaar. Ik hou van je charme, kom in mijn armen, wij horen
jij geeft me weer gevoel. Lieve liefste, lieve liefste, samen met een doel. Lieve liefste, lieve liefste, bij jou is er geen man. Lieve liefste, lieve liefste, samen voor elkaar. Lieve liefste, lieve liefste, samen voor elkaar. Lieve liefste, lieve liefste, jij geeft me weer gevoel. Lieve liefste, lieve liefste, samen met een doel. Lieve liefste, lieve liefste, bij jou is er geen man. Lieve liefste, lieve liefste, samen voor elkaar. Lieve liefste, lieve liefste, samen voor elkaar. Dit was Café Laté. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Atlas Hotels Spijkenisse.